Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het eerste seizoen van de Amazon Prime serie The Legend of Vox Machina. En deze serie is dus gebaseerd op een podcast waarin ze een rollenspel gespeeld hebben. Een beetje in de stijl van Dungeons & Dragons. Ik weet niet zeker of het letterlijk van dat merk ook was, zeg maar. Maar ze hebben van dit verhaal dus ook al verschillende stripboeken gemaakt. En op basis daarvan hadden ze dus ook de animatiestijl en de character designs voor deze serie. En het speelt zich dus af in een beetje een standaard fantasy wereld. Maar het is heel interessant omdat het dus echt bepaalde battle mechanics van roleplaying games ook echt goed tot leven wekt. Want elk lid van Vox Machina heeft zijn eigen rol te spelen binnen het team. En je hebt dus echt verschillende classes, zoals je dat ook in verschillende games ziet bijvoorbeeld. Maar omdat het dus ook gebaseerd is op een echt rollenspel, kan het soms heel onvoorspelbaar zijn en verloopt niet alles zoals je zou verwachten in een standaard verhaal. En dat betekent dus dat er best wel wat dingen misgaan en dat je vaak je hart vast moet houden omdat je bang bent dat je een van de personages kan verliezen. Want alle personages in deze serie zijn ook echt extreem goed geschreven. Alleen je hebt wel de indruk dat ze dit seizoen wat meer focussen op enkele leden dan op anderen. Maar die personages worden gewoon op een hele indrukwekkende manier tot leven gebracht door de stemacteurs. En het zijn ook allemaal hele ervaren stemacteurs die ook vooral gewerkt hebben met videogames. Maar sowieso, als je de castlist tijdens deze serie af en toe bekijkt op Amazon Prime, dan ga je sowieso ook nog wel wat andere bekende gezichten ertussen zien staan. Want de leden van Vox Machina hebben ook gewoon een hele leuke dynamiek met elkaar. En je gaat echt geven om bepaalde relaties tussen die personages. En eigenlijk ook openen ze dit seizoen met een dubbele aflevering en daarin hebben ze dus één missie en dan de rest van het seizoen is één grote arc. En in die arc nemen ze het op tegen de Briarwood familie, wat een soort familie is van duistere magiërs en die hebben dus ook een rol gespeeld in de jeugd van Percival, een van de leden van Vox Machina. En het is daarom dus ook wel logisch dat hij een beetje de nadruk krijgt in dit seizoen en daardoor een klein beetje de hoofdrol op zich neemt op een bepaalde manier. Want hij is dus eigenlijk uit op een missie van wraak en langzaam maar zeker zie je hem dus ook een klein beetje naar de dark side toe gaan. En de rest van de clan moet er dus voor zorgen dat hij nog wel op het goede pad blijft. En de manier waarop ze deze arc dus uiteindelijk hebben afgesloten was echt heel erg satisfying. En het laat me dus ook heel erg enthousiast voor wat er nog gaat komen in seizoen 2. Met de cliffhanger die ze ook hebben gegooid aan het einde. Maar ondanks dat de wereld zelf qua fantasy dus best wel standaard is. En een beetje wat je gewend bent en wat je kan verwachten. Is het toch de persoonlijkheid van die verschillende leden die deze serie echt speciaal maken. En na het kijken van deze serie heb ik dus eigenlijk ook wel interesse om die podcast een keer te gaan luisteren. Want als het goed is, hebben ze dus meer dan genoeg materiaal om nog gewoon heel veel seizoenen daaruit te halen. En ik zou in de afgelopen maanden ook eigenlijk zelf nog een keer D&D gaan spelen. Want ik heb zoiets nog nooit gedaan, maar het lijkt me nog steeds wel gewoon heel erg leuk om een keer te doen. Maar het lijkt me dat Amazon hier gewoon weer een winnende animatieserie te pakken heeft. Die niet alleen maar leunt op het grof taalgebruik en het bloed wat erin zit. Het gaat ook gewoon een heel stuk dieper dan dat. En ik was ook wel een fan van de manier waarop ze deze serie hebben uitgebracht. Gewoon elke keer in batches van 3 afleveringen. En in totaal zijn het er ook maar 12. Dus over 4 weken had je gewoon heel het seizoen gezien. En omdat er ook zoveel leuke personages in zitten, vind ik het ook moeilijk om een favoriet te kiezen. Het ene moment zeg ik Percival, even later zeg ik weer Grog of Pike. En vooral Pike ook omdat ze wordt ingesproken door de stemactrice van Ellie uit The Last of Us. Maar ja, als je dus houdt van het fantasy genre en een beetje D&D-achtige verhalen of gewoon roleplaying games op videogamegebied, dan ga je deze serie denk ik sowieso waarderen. En hopelijk hoeven we dus minder lang te wachten op een tweede seizoen hiervan dan dat we nu aan het wachten zijn op een tweede seizoen van Invincible. Want ik hoop dat Amazon daar ook wel een beetje mee gaat opschieten nog. Maar ja, hebben jullie al de kans gehad om The Legend of Vox Machina te kijken? Wat mij betreft is het dus zeker een aanrader. Laat me weten wat jij ervan vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.